snooker ontstond in het midden van de 19e eeuw in India, dat toen een kolonie was van Groot-Brittannië. Britse soldaten bedachten een variant op het populaire biljartspel en noemden het naar het militaire jargon voor groentje, een snooker. Jarenlang was snooker een spel dat uitsluitend door de hogere klasse werd gespeeld. In 1927 werd het eerste WK-snooker georganiseerd. Joe Davis won de eerste 15 edities van het WK en is daarmee de succesvolste speler uit de geschiedenis. Mijlenver voorronkende namen als Steve Davis, Stephen Henry of Ronnie O'Sullivan. Toen Joe met snooker stopte, nam zijn broer Fred het over. Fred won maar 8 wereldtitels. Knap werk dus van de broers Davis, maar het wijst er ook op dat snooker in die tijd nog altijd een randfenomeen was. Niemand minder dan David Attenborough. Jawel, die van de natuurdocumentaires zou de populariteit van de sport het beslissende zetje geven. Attenborough was eind jaren 60, naast documentairemaker, ook baas bij BBC 2, net op het moment dat de kleurentelevisie werd geïntroduceerd. Attenborough wou de voordelen van de kleurentelevisie in de verf zetten door voor het eerst snooker op de buis te brengen. Daarvoor was dat niet mogelijk, omdat je bij zwart-wit televisie de kleuren uiteraard niet kunt onderscheiden. Het programma Pot Black werd een gigantisch succes, net als de kleurentelevisie. De opmars van het snooker was begonnen, eerst in Engeland en daarna in de rest van de wereld. Van een kleine sport voor de happy few groeide het uit tot een volkssport die tegenwoordig gespeeld wordt van China tot Canada. Met dank aan Sir David Attenborough.